Dag Wout. Ja, je oogt alweer redelijk koeltjes, maar ik denk dat je intern best wel moet balen. Ja, natuurlijk ben ik wel heel teleurgesteld. Die lekke band was er te veel aan. Ik denk dat het toen wel goed uitzag, maar daarna kwam ik nog één keer heel kort en toen ontplofte ik helemaal toen ik een paar foutjes maakte. Ja. Wat was dat voor lekke band? Hoe is dat ontstaan, weet je dat? Er zat geen lucht meer in. Volgens mij was het dat soort lekke band. Nee, maar ik bedoel, ja, je weet waar ik naartoe wil. Het was natuurlijk ver ook van de post dat het gebeurde op een parcours waar eigenlijk qua lekke banden niet veel is geweest. Ja, ik wil niet weten hoe weinig er van zijn lek gereden, want ik denk dat er niet veel zijn. Maar volgens mij was dat leegloper, want toen ik naast de post reed, voelde ik het nog niet. Maar toen maakte ik de lange bocht naar de Sintelbaan en daar was ik druk aan het verliezen. Dus dan was nog heel het stuk op het gras met lekke voorband, wat net heel technisch was. Dus dat kostte heel veel tijd. Ja, dan word je gedwongen om te gaan achtervolgen. Wanneer wist jij, het gaat me niet meer lukken om hem bij te halen? Eigenlijk kwam ik één keer heel kort op het strand. Ik denk dat ik een beetje geforceerd had toen in het lopen. En dan maakte ik twee foutjes achter elkaar, net voor de brug. Stond ik helemaal stil op de brug, omdat ik eigenlijk mezelf had overdaan. En toen was het klaar. Toen brak het ook mentaal en kon ik niet meer vechten. Dus dat verwijt ik vooral mezelf, dat ik daar... dat ik daar eigenlijk de koers opgeef, maar ja, daarvoor zag ik er zo goed uit en toen was het plots niet meer. Ja, je kent natuurlijk een ongekend goed afgelopen wielerseizoen. Helpt dat in het, wat zeg, het verwerken of in ieder geval het plaatsen dat het dit niet lukt, dat je dus al heel veel succes hebt gekend? Ja, het enige wat misschien helpt is dat ik al een paar wereldtitels heb en dat maakt het misschien een minder grote teleurstelling dan bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of zo, maar ja, anderzijds leeft hier toch ook weer echt naartoe en nu kan ik alleen nog aan die teleurstelling denken eigenlijk. Ja, hoe zien jouw komende weken eruit? Ik ga even wat rusten deze week en dan vertrek ik volgende week op hoogtestage. 3 weken Tenerife in aanloop naar de Italiaanse koersen. Ik zal beginnen met Strade, Tirreno en Sanremo, dus dat is eigenlijk hetgeen wat volgt.